Als je het op zou zoeken op het internet, dan zou je erachter komen dat Naarden is gesticht in 1350. Dit is echter niet zo, want voor die tijd was er al een stad genaamd Naarden. Hij lag een beetje iets verder naar het oosten van hier. Alleen in een regionaal conflict was hij eigenlijk compleet verwoest. Dus had graaf Willem V van Holland besloten om de stad gewoon ergens anders te bouwen. Maar waarom hier? Dit onderwerp hebben we al gehad. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd in 1350? Hoe is Naarden compleet verwoest geraakt? Wie is deze Willem V? Deze vragen hebben me tot totale waanzin gebracht. Eigenlijk is Naarden begonnen in de 9e eeuw, niet de 14e eeuw. Alleen heette het toen anders. Naruti. Dat komt van het oud-Nederlandse woord narwa. Narwa, dat betekent zoiets als nauw of smal. Naar. Dichtbij. Oud-Naarden stond namelijk dichtbij het IJsselmeer. Het was namelijk een vissersdorpje, dus het zat tussen de stuwwal en het water in. En dat ging wel goed voor een paar honderd jaar, totdat een watertje in het IJsselmeer, ook al bekend als het Almere, ineens een stuk feller begon te worden. En je merkte echt dat de waterpeiling een stuk meer omhoog ging. Oud-Naarden kreeg ruzie met Poseidon. Nou, dat is op zich al een reden om te verhuizen, maar het waren Nederlanders waar we over spreken. Hè? Als de boel onder water loopt, nou, pompen we het leeg en bouwen we een dijkje. Geen probleem. Dus er moest nog een extra reden zijn geweest, denk ik, voor ze om te willen verhuizen. Nou, dat is heel simpel. Nederland was eigenlijk onderdeel van het Heilige Romeinse Rijk. En dat bestond uit allemaal hertogdommen. De leider van Holland, dat was deze man, Willem III. Nou, het was een best wel succesvolle man met 4 bloedjes van kinderen. Margaretha, Philippa, dan hebben we nog Johanna en Willem IV. Willem III, die gaat dood. Wie is de volgende in de macht? Willem IV. En op een gegeven moment is het toch echt voorbij, want dan gaat hij in oorlog met Friesland. Bam, Willem IV ook dood. Wie is de volgende aan de macht in Holland? Lodewijk de Beier is een wat logischere kandidaat. Niet alleen is hij de keizer van Duitsland, zijn vrouw is ook de dochter van de graaf van Holland. Dus Margaretha krijgt de macht. Helemaal top, totdat de keizer problemen krijgt in Duitsland. Dus zijn lieve vrouw die moet mee naar Duitsland. Wie is de volgende goede kandidaat? Haar zoon. Ja, en hij doet eigenlijk heel erg goed werk. Heel veel mensen vinden hem beter dan zijn moeder. Dus wanneer Lodewijk de Beier doodgaat en zijn vrouw weer terug moet om te regeren in Holland, zijn er een paar die daar een beetje op tegen zijn. Onder andere Willem zelf. En dit leidde tot een conflict, ook wel bekend als de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Een machtsstrijd tussen moeder en zoon. Maar wat heeft dit verder in vredesnaam te maken met Naarden? Die Hoekse en Kabeljauwse twisten, dat is een hele interessante periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het ging eigenlijk om een machtsstrijd tussen Willem V en zijn moeder Margarethe van Beieren. Maar wat daar nog weer achter zat, was eigenlijk een strijd tussen het platteland en de stad. En het platteland werd steeds minder belangrijk, de steden werden steeds rijker. En die steden hadden dus geld en die geld konden ze weer geven aan bijvoorbeeld een graaf. En daarvoor kregen ze in ruil meer rechten. En zo kwam die Willem V eigenlijk in de situatie terecht. Waarin hij goede vriendjes was met een aantal edelen die in de steden aan de macht waren. En die hadden eigenlijk Willem V, wat nog een jonge gast was, die hadden ze in zijn broekzak. Nou, een van die steden die daar belangrijk in was, was Naarden. Want in Naarden was Jan van Egmond de baas. En dat was eigenlijk degene die een van de edelen was die achter die Hoekse en Kabeljauwse twisten zat. Toen kwam Margaretha van Beieren weer terug naar Holland. En die zei van ja, hoor eens, maar ik wil ook geld. Want eigenlijk was dit mijn positie. En bovendien was er ook nog het sticht Utrecht. Utrecht had daarvoor ook al ruzie gehad met Naarden. Dus die waren heel makkelijk om te praten om haar te helpen. Dus samen met een legertje uit Utrecht ging ze naar Naarden toe. En daar hebben ze de wachters overvallen. Alle mensen de stad uitgejaagd en toen de boel in de fik gestoken.
een strijd tussen het platteland en de stad. Politieke onrust, klimaatverandering. Klinkt bekend. Jullie weten allemaal waar ik het over heb. De 14e eeuw. In 1357 kregen de Naarderlingen toestemming om hun stad opnieuw te herbouwen. En dat hebben ze gedaan precies op de plek waar ik nu sta. Al waren er nog wel een paar boeren die hun land wouden behouden, want die stonden dichtbij hun stad. Dus wat zij toen hadden gedaan, ze hadden een nieuwe stad gebouwd. Die stad heette Huizen.